Welkom bij de nieuwe weekreading. Deze week staat in het teken van de vraag: wat geeft mij op langere termijn het meeste rust? Dit is een week waarin onze concentratie vergroot wordt, waarin onze focus vergroot wordt, waarin er eigenlijk ook gezegd wordt: ja, maar dit wil ik dus niet meer. En dit zijn ook dingen die ik niet wil, want die geven me allemaal stress. Dit is een week waarin we onszelf weer betrappen op allerlei informatie die we aan het verzamelen zijn om overal van op de hoogte te zijn, waar we tegelijkertijd niks mee kunnen. Waarbij we merken dat we alles willen weten, alles willen voor zijn, ons overal verantwoordelijk voor voelen en ons ondertussen daardoor machteloos voelen omdat we allerlei problemen zien in de wereld en in onze omgeving en in ons eigen leven, waar we op dit moment helemaal niks aan kunnen doen, waar we helemaal geen controle over hebben. Dus deze week begint eigenlijk vaak ook, zeker als je de weekreading krijgt en kijkt en je dus bewust van wordt, dat je zegt: ja, maar het is goed dat ik het weet en natuurlijk is het goed om te weten wat er speelt, maar hier allemaal van op de hoogte zijn, dit allemaal volgen en dit allemaal bijhouden, dat geeft me eigenlijk gewoon heel erg veel stress en ik kan er ondertussen niks mee. Dus ik ga dat weer even doorstrepen. Deze week gaat het ook om keuzes maken, omdat je natuurlijk ruimte hebt gemaakt voor nieuwe dingen vorige week en ook al een stukje aan het veranderen bent. En heel veel dingen die dan voorheen gepast hebben, heel veel activiteiten in je agenda die je misschien maanden geleden gepland hebt voor nu. Als je er nu naar kijkt, dan denk je: ik heb er helemaal geen zin in om daarmee bezig te zijn. Dus het is ook de week van strepen daarin. En zeggen van: oké, ik ga oude dingen loslaten die me eigenlijk tegenstaan, waar ik eigenlijk geen zin in heb en die me eigenlijk gewoon stress opleveren. Zeker weer met het oog op langere termijn. Want als je kijkt naar: ja, als ik dit blijf doen, dit gaat niet voor mij veranderen. Dit blijft me iedere keer mijn energie kosten. En dat gun ik mezelf in het nu niet en dat gun ik ook mijn toekomstige zelf niet. Daar is het op gericht. Dus strepen en loslaten om ervoor te zorgen dat je nu meer rust krijgt. Van minder dingen op de hoogte zijn, zodat je nu meer rust krijgt. Met het oog op ook van: als ik dit blijf doen, gaat me dat dan op een langere termijn, kan ik daarmee leven, weet je wel? Laat ik het op een gegeven moment los en gaat het gewoon goed? Of blijft het op de langere termijn alleen maar stress opleveren en blijf ik hier alleen maar last van houden en blijft het ongezond voor mij? Dan is het tijd om toch echt daarmee te minderen. Een fijne geur voor een diffuser die ik hierbij zou aanraden is de pepermunt. Vooral omdat die zorgt voor die concentratie en ook het loslaten helpt. En een edelsteen die fijn is om hierbij in te zetten, de energie. Want ik praat alleen maar over energetische werking hiervan. Die ik aan zou raden is de amethyst. Puur omdat dat de rustbrenger is, de grootste rustbrenger van alle edelstenen. Heerlijk en dan ook afronden, mooi mens. En ik wens je een waanzinnige, mooie week toe.